Hoi, vandaag weer een Pokémon Go aflevering. Ik ga je vandaag laten zien hoe je kan powerlevelen door middel van evolven en een lucky egg. Je gaat naar items, je raakt een lucky egg aan en daarna ga je dus beginnen door zoveel mogelijk te evolven. En iedere keer wanneer je evolved, krijg je dus nu door jouw lucky egg krijg je het dubbele aantal punten. En dat is gewoon echt heel erg veel. Ik ga je dus ook laten zien dat ik van level 14 naar level 16 ga door gewoon te evolven, evolven en evolven. Evolven doe je door naar het beestje te gaan en je kan dan kiezen uit Power Up en Evolve. Nou, in dit geval koos ik dus Evolve. Je moet dan wel genoeg candies hebben, dus ik heb echt dagenlang gespaard en gespaard en gespaard. En nu kan ik dus achter elkaar doorgaan en een heleboel Evolves doen. Ik Evolve mijn Zubat naar een Goldbat. Ik had nog geen Golbat, dus je ziet dus dat het nu geregistreerd wordt in mijn Pokédex. En dat geeft dus nog meer punten en dan keer 2 met mijn Lucky Egg. Ik heb het je nu alleen niet laten zien hoeveel punten ik ervoor heb gekregen. Dus ik zal nu een Pidgey evolven en daarna ga ik even uit het scherm, zodat ik jou kan laten zien dat ik 3000 XP krijg door mijn Pidgey te evolven. Pidgeys zijn veel makkelijker, want je vindt er hartstikke veel van. Je wordt er gewoon soms mee doodgegooid. En je hebt heel weinig candy nodig om je Pidgeys te evolven naar Pidgeotto's. Ik zal het je laten zien. Ik zal dan even hier uit het scherm gaan. Ja, kijk maar. 3000 XP heb ik gekregen voor het evolven van mijn Pidgey naar Pidgeotto. Nou, dat is dus heel erg veel. En een half uur lang, een lucky egg werkt een half uur lang. Dus ik moet zorgen dat ik een half uur lang door kan gaan met evolven. Dus het is wel heel zonde als je een lucky egg gebruikt en je kan maar 10 beestjes evolven. Want ja, dan ben je daar misschien 5 of 6 minuten mee bezig en dan... Ja, is een beetje zonde van de tijd, want dan heb je 24 minuten dat je dus meer XP had kunnen verdienen. En ja, wat ik dus altijd doe is ik spaar gewoon heel erg veel candy. Ik zorg dat ik iedere keer mijn beestjes goed transfer en goed bijhoud. En ik tel dan ook iedere keer hoeveel beestjes heb ik dan nog. En dan kan ik dus in één keer een half uur lang constant doorgaan en doorgaan en zo snel mogelijk evolven. Want dan, ja, dat is dus power levelen. Dan ga je dus heel erg snel. Je krijgt zoveel duizend per keer dat je evolft. En dat is wel lekker om heel snel in levels omhoog te gaan. Dan ga ik je nu een Rattata laten zien. Ik heb zoveel mogelijk probeer ik je ook wat verschillende beesten te laten zien. Alleen in het filmpje doe ik gewoon heel erg veel Pidgeys. Want ik heb heel veel Pidgeys gevangen. Maar dan probeer ik de rest ook een beetje over te slaan. Dus dan knip ik even. Maar dan vertel ik je wel hoeveel Pidgeys ik tussendoor doe. Zodat je een beetje een beeld krijgt ja, hoe dat power levelen dan werkt. En hoe hard je dan gaat. Nou, hier zie je dus mijn Rattata veranderd in een Raticate. En dan ga ik gewoon snel door naar het volgende beestje. Dus ik moet wel zorgen dat ik heel snel ga. En het is dan handig als je dit doet, dat je ook weet welke beestjes ga je allemaal doen. Je kan, als je bij je beestje bent, bovenin rechts zie je een sterretje. En ik zal het je zo meteen aanwijzen. En daarmee kun je dus ook aangeven van nou, dit eigenlijk favoriete. Een sterretje is een favoriete. En zo kan je ook voor jezelf aangeven van dit wil ik allemaal snel evolven in mijn power level sessie. Want dan ga je zo snel mogelijk door en dan kan je dus heel erg veel doen in een half uurtje. Hier ben ik eigenlijk al een beetje te traag en dat is wel zonde. Maar de volgende keer moet ik dat dus wat beter aangeven met sterren. Een Weedle. En mijn Weedle verandert in Kakuna, geloof ik. Ik ben er ook achter waarom ik heel erg lang alleen maar lage beestjes ving. Want ik snapte er helemaal niks van. Mijn man die ving echt al 300, 400, 500 beestjes. CP hè, heb ik het over, combat points. Toen hij nog maar level volgens mij 9 of 8 of zo was. En ik was al level 11 en ik ving echt nog maar alleen maar combat point 100. En ja, dat begreep ik maar niet. En toen ontdekte ik dus dat dat kwam omdat ik maar steeds aan het sparen was voor mijn evolve sessie. En ik dus nog geen hoge beesten had. En omdat ik dus geen hoge beesten had, kon ik dus niet over mijn level heen vangen. Dus ja, je moet ook wel zorgen dat je op tijd 1 of 2 beestjes naar heel hoog evolft.
omdat je dan hogere beesten kan vangen. Dus dat heb ik hierdoor ontdekt. Na deze Evolve sessie die je hier ziet, ben ik hoge beesten gaan vangen. Daarvoor ving ik ze dus maar niet, want dan ving ik alleen maar lage beesten, omdat ik nog niet evolved had. Dus je moet daar een beetje een middenweg in zien te vinden. Als jij dus merkt dat je ook alleen maar lage beestjes vangt, ga dan even naar je beesten. Kijk wat jouw hoogste beest is met CP, hè, combat points. En probeer dan één te zoeken die je meteen al naar 600 of naar 800 kan evolven. Want daarna ga je dus hogere beesten vangen. Dus het is echt een hele handige tip. Kijk daar dan even naar. En dan gaan we kijken hoeveel XP. 7000 XP. Je zag boven in het scherm zag je ook nog een eitje. Zolang je dat eitje ziet, je ziet een tellertje eronder. Hoe lang je dus nog je lucky egg hebt. Zo lang kan je dus doorgaan met je evolve. Dus als je iedere keer weer teruggaat naar het beginscherm waar je je poppetje ziet lopen. Dan kan je dus steeds zien hoe lang je bezig bent. En hoe lang je dus nog bezig kan gaan met je evolve. Voordat je een Lucky Egg gaat gebruiken voor je Evolve, wees je bewust van de status van de servers. Want je merkt ook wel, soms zijn de servers echt overbelast. En 's avonds dan zijn de servers wat drukker dan bijvoorbeeld overdag of begin van de middag. Kijk daar ook even naar, dat is wel heel erg belangrijk. Want het is heel erg zonde wanneer jij dus een Lucky Egg kiest en daar heb je er niet echt al te veel van. En de server is dusdanig overbelast dat je eigenlijk alleen maar crasht, de meer van de tijd eruit ligt. Ja, je half uur is op een gegeven moment wel voorbij. En als je je half uur alleen maar bezig bent geweest met het inloggen omdat je spel iedere keer gecrashed is. Ja, dan ben je je Lucky Egg kwijt, dan ben je dus je power level sessie kwijt en dat is heel erg zonde. Dus test even, speel gewoon eventjes 10 minuten, kijk wat er gebeurt, of de server het goed doet. Ook is het heel belangrijk dat je connectie goed is. Doe het bijvoorbeeld thuis waar je wifi hebt en niet zomaar buiten op straat waar je met 3G of 4G rondloopt wat mis zou kunnen gaan. Dus wees je daar dan heel goed van bewust. Ik ga nu nog even een flink aantal Pidgeys doen. En dat wordt een beetje saai voor je. Dus ik ga even al die Pidgeys er even uitknippen. Zodat ik verder kan gaan met het filmpje om het kort te houden. En dan zie je nu dat ik na 9 minuten al level 15 ben. Dus dat gaat lekker hard. Ik krijg van alles. Een egg incubator zie je op level 15. Ben ik heel blij mee. Want ik ben druk aan het lopen om mijn eitjes uit te broeden. Dus dat is wel heel erg fijn. Nou, dan ga ik gewoon nog even lekker door. Je zag dat ik nog 21 minuten van mijn evolve, van mijn lucky egg heb. Dus ik ga gewoon door. Ik heb lekker doorgewerkt. Flink wat Pokémons. Hier zie je, ik heb al 20 Pokémons geëvolved. Dus dat gaat hartstikke goed. Lekker snel. Ik knip weer wat Pidgeys er tussenuit. Anders wordt het te saai voor je. En dan gaan we weer verder. Oh ja, en natuurlijk ook de Weedles. Hè. Je kan Pidgeys doen, maar Weedles zijn ook gewoon lekker handig. Want daar heb je ook maar heel weinig candy van nodig. Eigenlijk alles waar je maar weinig candy van nodig hebt. Of waar je gewoon hartstikke veel van hebt. Gebruik ze voor je power level. Even weer kijken. Ja, ik heb 11 minuten nog Lucky Egg. Zie, level 16 heb ik inmiddels alweer gehaald. Weer wat leuke spulletjes erbij. Dit gaat gewoon heel erg goed. Heel erg hard. Ik ga nog even door. En dan nu even mijn Eevee. Mijn man heeft me geleerd dat ik dan mijn Eevee eerst een naam moet geven. Er zijn verschillende namen. In dit geval kies ik voor Sparky. En dan, en dan gebeurt er dus wat anders. Dus dat ga ik je hier even laten zien. Er zijn verschillende namen. Ik weet ze niet allemaal. Mijn man wel. Ik geloof dat hij zo meteen een filmpje gaat opnemen. Waarin hij dus ook de andere Eevee namen laat zien. Want hij heeft geloof ik heel veel Eevee candies nu. Zodra zijn filmpje klaar is met al die Eevees. Dan zal ik het hier een link voor je plaatsen. Kijk ook even in de beschrijving van mijn filmpje. Want dan zul je dus ook al die Eevees van hem zien. Maar hier zie je dus. Deze heet nu Sparky. Hij wordt geregistreerd in mijn Pokédex. Er zijn 4 verschillende Eevees, geloof ik. Nou, en dan in dit geval krijg ik dus, zie je die lightning bolts op de achtergrond? Nou, zo kun je dus ook verschillende Eevees met verschillende eigenschappen. En dat gaat mijn man aan je laten zien. Kijk even bij de beschrijving van het filmpje. En dan kun je ook bij hem kijken. En ik heb ook genoeg voor een Psyduck. Oh, kijk, oh, wacht even. Ik zie hier 2000 XP. Nou, ook hartstikke mooi. Even kijken, wat ga ik nu doen? Een Drowsy. Nee, niet genoeg.
Ja, ik heb toch wel genoeg voor een zijduk. Ja, ik zat te twijfelen, want ik wilde eigenlijk liever wachten totdat ik een hogere zijduk had om die te evolven. Maar ja, goed, ik kan net zo goed nu de punten meepakken, want anders dan is het gewoon heel erg zonde. En dan ga ik wel weer heel veel zijduks vangen en opnieuw beginnen. Nou, hier zie je mijn zijduk. Die verandert in een... Hoe heet deze ook weer? Even kijken. Ik weet niet meer. Hij is nieuw, dus dan krijg ik er extra punten voor in een golduck. Ik heb natuurlijk ook nog andere special Pokémons. Ja, special Pokémons. Anders dan gewoon Pidgeys en Weedles. Dus zoals je ziet, ik heb echt flink veel gespeeld en heel veel gespaard. Ik wandel heel erg graag. En ik heb ook gewoon geluk dat bij mij in de buurt zijn er heel erg veel Pokéstops. En ja, en veel beestjes te vangen. Dus nou, hier weer een nieuwe erbij. Iedere keer als je dus een nieuwe erbij hebt en hij wordt geregistreerd bij je Pokédex, dan krijg je dus nog meer punten. Dus dan volgens mij zijn het er iets van 7000 punten of zo wat je krijgt. Dus dat is gewoon heel erg fijn. Ik heb zojuist een heleboel Rattata's gedaan naar Raticates, maar dat heb ik er even uitgeknipt. Dus bij deze even een Caterpie. En die verandert in een Metapod. Alleen ja, jammer genoeg heb ik geen hoge. Maar ja, dat geeft niet. Ik ga weer opnieuw candy sparen. En dan hopelijk heb ik straks hogere Caterpies. En dan krijg ik ook hogere Metapods. Al mijn candy zijn op. Maar ik heb nog 4 minuten voor mijn Lucky Egg. Dus ik ga nu super snel proberen alles te transferen. Wat ik toch te veel heb. Dus al mijn Pidgeotto's wat ik te veel heb. Kijk, dan kan ik nu weer een Pidgey evolven. Dus ik moet nu super snel alles transferen wat ik niet nodig heb. En dan kan ik misschien nog 1 of 2 Pidgeys of Weedles snel evolven voor mijn power level. Nou, naast evolven kun je natuurlijk ook power-up doen. Hè? Je kan je beestjes dan weer sterker maken. Maar ja, ik wacht daar eigenlijk altijd mee totdat ik zo hoog mogelijk CP-beestjes heb. En als ik dan bijna bij het einde van de CP ben, dan gebruik ik dus de candies om de CP helemaal tot zijn max te brengen. En dan kan ik iedere level kan ik dat dus weer opnieuw doen. Maar dat doe ik eigenlijk liever met alleen de beestjes die echt een hele hoge CP hebben, die bijna bij het einde zijn. Oké, al mijn candy is op. Ik heb nog 7 secondes mijn Lucky Egg. Kijken of ik heel snel die Pharaoh kan vangen binnen 7 secondes. Ik geef hem een Raspberry. Ik geef hem een Great Ball, want het is best wel een hoge Pharaoh. Kijk, maar hij is zelfs oranje. Maar ja, dan moet ik wel wat beter gooien. Ik ben heel slecht in vliegende beesten, dat zie je al wel. Dan gooi ik alle kanten uit. En in mijn haast gooi ik steeds fout. Ga ik hem vangen? Ja, als beesten heel hoog zijn, dan kun je ze dus een raspberry geven. Hè, door rechts beneden te drukken op items. En great balls kan je dan kiezen. Ik heb hem, maar never niet in die 6 secondes. Dat is niet gelukt. Ik ga snel kijken hoeveel XP heb ik gekregen. Nee, 100. Anders waren het dus 200 geweest. Nou, ik hoop dat je dit filmpje handig vond. Dat ik je goede tips heb gegeven. Dat ik je heb geleerd hoe je moet powerlevelen. Vind je het filmpje leuk? Geef het dan een like. Mijn man heeft ook een powerlevel filmpje gemaakt. Misschien geeft hij je wel wat meer tips dan ik heb gedaan. Ik zal voor jou hier een link plaatsen naar het filmpje van mijn man. Maar je kan het ook zien bij mijn beschrijving. Ik zal bij mijn beschrijving trouwens al de Pokémon filmpjes van mij en mijn man plaatsen. Dus dan kan je ze allemaal kijken. Er zitten hele goede tips tussen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doepa doe!